da 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 da. Goedendag, dames en heren. Welkom bij alweer een aflevering boordevol met nieuws van bij ons. Ook van mijn twee, een goedendag. Welkom iedereen bij deel 1 van deze act. Marjetje? Ja, Willy? Iemand reageerde op onze vorige act die online staat. Och mensen, laat onze macho maar zijn gangetje slaan. Hij heeft meer views dan sommigen van jullie op een eeuw bijeen. Jaloers, ja, bronzige pensponies. Leuk hè, Marjetje? Ja, Willy, heel leuk. En iemand reageerde ook. Snel terug filmpje uploaden. Leuk hè, Marjetje? Ja, ja, Willy. Heel leuk. Marjetje? Ja, Willy. En iemand reageerde ook met me trying to figure out what I just watched. Maar Willy, maak je daarover maar geen zorgen. Oké, Marjetje. En Marjetje? Zal ik je vertellen wat Machoman hierop reageerde? Ja, Willy. Vertel maar. Dank u. Op mijn eigen manier heb ik hier al 2 keer, 3 keer zelfs nu, gereageerd met hetzelfde wat ze met mij deden. Dat is iets wat ik afkeek van Acid, die op zijn YouTube-kanaal hetzelfde doet. Lach maar allemaal. Maar ik zal ook lachen. Als ik in augustus, misschien voor de 3e keer, als artiest op Camping Kids Kortrijk optreed. Of misschien ook niet. Wie zal het zeggen? Niemand heeft een glazen bol, hè, Marjetje? Nee, dat is waar. Dat is waar, Willy. Maar Willy, laat Machoman even verder praten. De 3e keer, ja, want in 2019 trad ik er op. En in 2021 trad ik er ook op. En ik hoop dus ook in 2022. Maar zoals ik dus al zei, niemand heeft een glazen bol. Dus, afwachten dus. Ik zal ook lachen als ik in augustus op Petit Bazaar, op Pukkelpop, aan Villa Basta, Jam Caravan, misschien sta met de micro in mijn handen en het publiek kan entertainen. Ook zal ik eens lachen
als ik in Spanje de micro vastneem en ik een heel restaurant of strandbar aan het dansen krijg. Op woensdagavond, vrijdagavond, zaterdagnamiddag en zondagnamiddag. Iedere week. Want dat is waarom ik ooit met deze Willys en Marietten Act begon. Eerst en vooral omdat ik het erg vond dat de originele serie niet meer op tv komt. En daarna vooral omdat er overal waar je zag en hoorde het over puntje, puntje, puntje ging. Van 2019 tot nu. En ik mensen iets anders wil geven. Iets om hen te entertainen. Ook nu, puntje, 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 overal komt, laat ik filmpjes online komen om mensen iets anders te geven. En hun te entertainen. Ook vooral als er even geen inspiratie is om covers of eigen zelfgemaakte liedjes online te laten komen. Ben je fan? Goed dan. Ben je geen fan? Ook goed. Niemand is verplicht. Ik volg mijn eigen droom. En ik doe wat ik graag doe. En dat blijf ik doen. En ik verplicht niemand daarbij om hiernaar te kijken. Ja, ik heb veel views. Maar al 10 jaar lang volg ik mijn eigen droom. En blijf ik daarbij mezelf. En ga ik niet zweven. Blijf ik met beide voetjes op de grond. En blijf ik doen wat ik graag doe. En waar ik plezier in heb. Ja, ik was ooit in 2011 een YouTube-hit. Ja, die hit bestaat al 10 jaar. En daarom heb ik mijn eigen macho-burger. Een frituurtroemeltje in Bilzen. Ja, met mijn filmpjes entertain ik nog steeds veel mensen. Ja, ik steek mijn tijd en energie graag in die mensen die mij steunen. Nee, ik heb nooit meer een echte YouTube-hit gehad. En een fijne dag nog iedereen. Marietje? Ja, Willy? Ook reageerde iemand met: uw filmpjes zijn ronduit belachelijk. Helemaal niet grappig. En duren dan ook nog eens te lang. Uw optreden daar in Kortrijk is ook maar gewoon om u uit te lachen. 99% hier in deze groep vindt deze filmpjes veel te lang, belachelijk. Hij moet zelf een Facebookpagina oprichten. En voel je vrij om daar dan lid van te maken. Liever een azijnpisser dan een lompe boer. Toen heeft deze persoon Machoman geblokt op Facebook. Maar Marietje, Machoman heeft toch al een Facebookgroep en 2 Facebookpagina's waarop hij zijn filmpjes post? Ja, Willy, maak je daarover maar geen zorgen. Oké, Marietje. Maar zal ik eens vertellen wat Machoman hierop reageerde? Ja, Willy, vertel! Ik kan u verzekeren dat mijn optreden in Kortrijk totaal niet was om mij uit te lachen. Zowel in 2019 als vorig jaar heeft vanaf het begin dat ik daar aankwam tot ik naar huis kwam de organisatie mij met veel respect behandeld. Dikke pluim en een dikke duim voor de organisatie. Vorig jaar mocht ik zelfs de eer hebben om de enige, de echte Penspony tegen te komen. Daar op de wei. Altijd weer opnieuw zie je op de affiche ook andere artiesten met een beperking staan. Vorig jaar en 2019 bijvoorbeeld Sigoran. Als je er in 2019
of vorig jaar niet bij was, dan kan je daarover niet oordelen. Fijne dag nog verder. Dank u en echt hè, aan de reacties. In die groep te zien, ik lach ermee dat ze deze reacties posten in een groep die openbaar staat. Marjetje, ook kregen we deze reactie op onze act. Je doet het goed, sommige mensen weten niet beter. Leuk hè Marjetje? Ja Willy, heel leuk. Maar Marjetje? Ja Willy? Gaan we samen op reis? Op vakantie Willy? Maar waar wil je dan naartoe? Ik weet het niet, Marjetje. Naar Frankrijk misschien? En mij lijkt het leuk als we dan met de auto gaan. Oh, Willy! Naar Frankrijk! Daar wou ik al heel lang naartoe gaan. Maar Willy, dan moeten we ons wel chic kleden, hè? Want zoals jij nu aangekleed bent, dat gaat in Frankrijk niet. Ja, ja, Marjetje. Aan het einde van deze act zal ik mij omkleden. Maar Willy, mag er dan iemand met ons meekomen naar Frankrijk? Maar wie? Eens kijken. Inspecteur Chapeau, die kan helaas niet meekomen. Want die is zoals altijd druk met een onderzoek bezig. Ja, sorry William, Marjetje. Het zal voor een andere keer zijn. Het is oké, inspecteur Chapeau. Tot ziens, inspecteur Chapeau. Tot ziens, William, Marjetje. En politie-zaffelaren, die zijn ook druk bezig. Kom, Lindsay. Ga maar ergens anders op het brandalarm drukken. Politie-zaffelaren, hoort u mij? Politie-zaffelaren luistert. Plop. En flauwe plezante, ga maar ergens anders met je toeter spelen. Zie je niet dat wij van politie Zaffelaren druk bezig zijn met een onderzoek? Sorry Willy en Marjetje. Wij van politie Zaffelaren hebben het druk, druk, druk. Het zal voor een andere keer zijn. Het is oké, politie Zaffelaren. Tot ziens, politie Zaffelaren. Tot ziens, Willy en Marjetje. Lindsay moet werken en af en toe het brandalarm laten afgaan. Zoals nu dus. Dank u, Lindsay. Nu moet de brandweer komen. Lindsay, 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 Lindsay. Ach, arme Lindsay. Ze wordt altijd gepest door haar collega's. Ze verdient het ook eens dat we haar meenemen op vakantie. Maar ze is altijd druk, druk, druk aan het werk. Ja, sorry, Willy en Marjetje. Ik ben altijd druk bezig aan het werk. Het zal voor een andere keer zijn. Het is niet erg. Het is niet erg, Lindsay. Tot ziens, Lindsay. Tot ziens, Willy en Marjetje. De flauwe plezante, die heeft het ook altijd druk met zijn toeter te spelen. Zoals nu bijvoorbeeld.
Klop! Ja, sorry, Willy en Mariette. Als flauwe plezante heb ik het altijd druk om met mijn toeter te spelen. Het zal voor een andere keer zijn. Sorry. Tot ziens, Willy en Mariette. Tot ziens, flauwe plezante. De buurvrouw, die haar agenda staat ook vol. Ja, sorry, Willy en Mariette, mijn agenda staat altijd vol. Het zal voor een andere keer zijn. Het is niet erg, buurvrouw. Tot ziens, buurvrouw. Tot ziens, Willy en Mariette. De bende van Arsene zijn ook te druk. Bezig met iedereen een joef op hun muil te geven. Ja, sorry, Willy en Mariette. Wij van de bende van Arsene zijn altijd druk bezig met iedereen een joef op hun muil te geven. Het zal voor een andere keer zijn. Het is niet erg, bende van Arsene. Tot ziens, bende van Arsene. Tot ziens, Willy en Mariette. En die van Didel van bij Café Sport heeft ook geen tijd, omdat ze haar café moet openhouden. Ja, sorry Willy en Mariette. Het is hier de Didel van bij Café Sport. En ik ben altijd druk bezig in mijn café. Het zal voor een andere keer zijn. Sorry, tot ziens Willy en Mariette. Tot ziens Didel van bij Café Sport. Misschien kan meneer De Nelien wel meekomen naar Frankrijk. Willy? En toosjes met zalm, kom ik graag mee op reis met Willy en Mariette naar Frankrijk. Een auto, dat ken ik niet. Dat gebruiken ruimtewezens niet. Nee. Een auto, dat is iets voor mensen, zoals Willy en Mariette bijvoorbeeld. Maar met veel plezier reis ik met hen mee
met mijn ruimteschip naar Frankrijk. Hallo William Mariatje. Hallo meneer Denilian. William Mariatje. Is daar in Frankrijk ook nog wel een toosjes met zalm? Wat moet u weten? Dat smaakt altijd zo lekker. Orval en toosjes met zalm. Dat smaakt altijd zo lekker. Wat moet u weten? Orval en toosjes met zalm. Dat lust een hele in andere keer geren. Maar daarna, als we terug zijn van Frankrijk, moet ik terug naar mijn planeet. Tot ziens, William Mariette. Tot ziens, meneer Denilian. Die haute couture, vrouwen die altijd chic gekleed zijn en mooie kapsels hebben en altijd mooi opgemaakt zijn en altijd dure sieraden en handtassen hebben en dure schoenen en zo, winkels waar je kan gaan shoppen, Parijs, de Eiffeltoren, de Moulin Rouge, de Arc de Triomphe, Centre Pompidou, en wijnproeven. Champagne en zo, oesters eten en foie gras, en een heleboel andere bekende Franse gerechten. En puntje. Te veel om op te noemen, Willy. Ja, mooi hè, Mariette. Die wijngaarden en die olijfbomen. En als je in augustus, juli en augustus komt, kan je ook velden vol met zonnebloemen zien. Momenteel kan je in Frankrijk ook velden vol met koolzaadbloemen zien. Prachtig om te zien. Maar Mariette, ken je de stad Bordeaux? Ja, Willy. Dat ken ik vooral van de wijn. En Mariette, ken je de plaats Cognac? Ja, Willy. Dat is lekkere alcohol, hè? Ja, Mariette. Nou, dit is het einde van deel 1 van deze act. Kijk je samen met onze kijkers en luisteraars mee naar deel 2 van deze act? Ja, Willy. Ik kijk mee naar deel 2.